Vind ik dus heel stom. Oh, not pregnant, just fat, kidding. Vind ik ook heel stom. Ellie on my belly. Vind ik ook allemaal heel ongelukkig. Maar kijk, dus nu het makkelijkste zou zijn als je dan altijd zwaar draagt. Dat heb ik ook wel veel gedragen, ook wel de afgelopen tijd. Maar als je gewoon op kantoor werkt, daar zou ik dan een moord voor doen. Maar ik moet er ook nog voor een camera. En hoe zorg je er dan voor dat je niet een soort glitterende koe wordt? En ineens doen we rook. Dan doen we allemaal flitslichten. Waarschijnlijk jij weer. Ja. Nee, Kel. En Kel is tijdens mijn zwangerschap is zij echt van levensbelang. Want ik vond het namelijk wel heel goed dat we, als ik nu in mijn zwangerschap, als we op tv moet, dat je iets aan de zijkant hebt, dus met jasjes. Ja. Ik heb alleen maar jasjes gekocht de laatste tijd. Dat verhult van alles. Want wat doe ik bijvoorbeeld vanavond aan dan? Dit glitterende jasje. Ja. Je zou denken, dit was van Willem Ruis. Nee, maar... Nee, maar als je dit vanaf de zijkant ziet, dat is ook prima. Oh ja, dit is heel belangrijk. Kun je dat even filmen? Een lekker hapje. Oh. Ja, van alles en nog wat. En een bal, en een worst, en stamppot, en een Indische rijsttafel. Juist. Ja. Oh. Ben je afgeleid? Real life. Nee, maar... want we kunnen het ook zo. Je kan ook zo een jurk aan doen. Maar toch, Kel, als je het dan... Ja, dan breek je een beetje breekt het vlak. Het grote vlak. Ja, die, en dan doe ik er straks nog zo'n tube onder. Tube ja. Is ook wel een uitkomst, ja. Hè? Dat rekt helemaal goed mee. Maar niet te wijd. Maar niet te wijd. Oh, sorry. Ja. Niet te wijd. Ja, dus dat kan je helemaal zo plooien hoe je wil. Lang, kort. Ja, en als je dat eronder hebt, dan heb je niet en een wijd ding en een wijd jasje. Nee, de basis gewoon strak houden. Want zo recht daarvoor, ja. Valt het niet heel erg op. Nee. Beetje. Kun je hem zetten zonder te liggen. Maar wat moet je niet doen? Oversized kleding. Ja, toch? Nee. Nee. Nee, dus niet grote dingen gaan dragen. Dat is echt... Nee, maar ik kan me wel voorstellen, want Kel heeft 2 kindjes op de wereld gezet, dus Kel weet er alles van. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat vrouwen... Ik voel me ook niet zo heel fijn in hele strakke dingen de hele tijd. Nee, oké. Okay. Maar dat je ergens een soort van iets strakker, dus bij je benen dan strak houdt. Ik heb wat voor je uitgeprint. Maar en hoe kan dit gebeuren? Dat weet ik niet. Maar ik vind het echt vreemd. Omdat je ook helemaal geen huid ziet. Het is gewoon één kolossaal... Een soort Barbapapa. Maar je ziet haar handen niet, hè? Nee. Hoe komt dat? Ze heeft een handschoen aan, denk ik. Ze heeft ook handschoenen aan van de in dezelfde stof. En als je nou... Oké, nou ben je op een soort gevallen. Jij? Ik? Ja. Dan kan je ook niet meteen normale broeken aan. Nee. Maar doe je dan weer je zwangerschapsbroek aan? Want die heb ik nog, die ga ik gewoon bewaren, denk ik. Nou, ik zou eerder dan leggings gaan dragen. Want als je een zwangerschapsbroek draagt, dan lijkt het of je nog steeds zwanger bent eigenlijk. Dat moet even terugrekken natuurlijk. Of terugveren. Maar moet iemand dan zo'n band om? Heb je dat wel eens gedaan? Heb ik nooit gedaan, maar dat schijnt wel heel goed te zijn. Ja? Ja. Het corrigerende, het hele strakke, dat schijnt heel goed te zijn. Maar kan je dat meteen hebben dan? Ja, ligt eraan. Ja, volgens mij bij een keizersnede niet, maar wel, volgens mij kun je dat normaal gewoon gelijk. Kelly heeft het allebei meegemaakt. Allebei. Mensen. Ze weet waar ze het ook al heeft. Ervaringsdeskundige. Ja. En, waar mensen altijd wel over zeuren, waarom ga je nog op hakken, want dat is niet goed voor je. Is dat nou ook zo? Volgens mij is dat echt niet goed voor je, maar dat denk jij niet. Ja. Nou, goed dat ik vanavond niet hele hoge hakken aan doe. Nee. Nee, maar ik wil de lagere aan en jij hebt mij gedwongen gisteren. Je zei, die hogere staan mooier. Ja. Zie je, dus spreekt zichzelf ontzettend tegen. Oké, dan laten we dadelijk nog zien hoe mijn outfit er dan uitziet voor vanavond. Kun je hier zo die superzoom bij doen? Zo. Bom. Ba-ba. Dit is de tube. Ja, het trekt niet heel veel samen of zo, maar het sluit wel aan de naad. En nu gaan we het jasje doen. En, Shimai, kom eens. Zit zijn wij samen op de finale. Dit is wel mooi. Ik doe wel hakken, want anders dan... Ja, het is een beetje gek. Klein. Dus het wordt zo. Ja. Oh, wat een glitter is mooi. Ja, heel mooi. 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 Jij ook mooi. Mooi, mooi. Ik doe wel nog hakken aan. Mooi zie je eruit.
Echt heel mooi. Ja, is het een toiletrol eigenlijk als je naar het toilet gaat? Nee, serieus. Het is echt een mens hier, vreselijk. Publieke tribune. Wil je ook wat eten? Word je opgaat of niet? Ja, ik doe gewoon dit. Of ik doe dit zo. En niet met mijn tits. Ja, allebei. En niet met mijn borst, maar gewoon met alle opmerkingen. Maar even zonder gekheid, zonder dit glam team had ik dit niet gekund. Echt niet. En zonder Shamai ook niet. Ze hebben verrot. Kan niet meer. Het is mijn laatste werk dan. Ze zijn er helemaal doorheen. Nogmaals.